Ja, dit was echt te bizar. Ja, ik leg het je zo uit wat er gebeurde, maar echt. Dus die moet ik gewoon echt even laten zien. Oh, het is zo spannend. Sarah is weer uit het zwembad. En zo leuk. We zitten helemaal into het pranken. Goedemorgen, het is vrijdag en alweer een laatste. Zo! Ik weet niet wat er gebeurde, maar het ging heel... Ik ga maar even van je heen, man. Hé, maar hoe was mijn reddingsactie? Ja, dit was echt te bizar. Ja, ik leg het je zo uit wat er gebeurde, maar echt... Wat heb ik een reactie, hè? Ja. Maar wat ik wil zeggen, het is de laatste dag van de week. En hebben we weekend. Ja, eindelijk weekend. 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 Ja, het einde van de week, het weekend. Maar wat noemen we het? Het weekend. Het weekend. Nou, het weekend. We hebben eindelijk weekend. Het weekend. Meiden zijn op school en ik krijg net op Facebook echt zulke verschrikkelijk leuke herinneringen. Dus die moet ik gewoon echt even laten zien. Deze. Hier was een paar maandjes oud. En ze wilde per se zelf de speen in doen. Maar echt, lukken deed dat nog niet. Echt, dit was zo schattig. Ik wil zo graag, maar het lukt me niet. Deze is van dezelfde dag. Die dag had ze dat ontdekt. Ging ze het zo proberen. En ook, ze wilde het ook echt zelf proberen. Want als ik het wilde doen, werd ze ook echt boos. Van nee, ik wil dit doen. Kijk hoe schattig. Zo leuk dit. Ze was er zo druk mee bezig. Heel de dag toen. Oeps, ik was zo druk bezig. En toen keek ik op de klok en toen dacht ik, ik moet echt precies nu de deur uit. Dus ik ga heel snel naar school rennen. En syrup halen. Vrijdag lunchen, lekker samen. Even kijken. Sleutels heb ik, telefoon, fietssleutel nog. En hopelijk eet ze door. Dan kunnen we nog even wat leuks doen. Ik vind dat altijd zo gezellig. Nou ja, een uurtje is het niet eens, want je bent ook onderweg. Maar in principe een uurtje. Kijk hoe leuk. Dit heeft Sarah gemaakt op school. Dat is een vogelvoerbakje. En we hadden vorige keer het vogelhuisje, wat ze een hele tijd geleden al geknutst heeft, opgehangen. Dus ik moet daar even kijken of ik vogelzaad of een bolletje of zo mee kan nemen. En dan hangen we die ook op buiten. Dat zou wel heel leuk zijn, hè? Ja! Mwah. Volle mond, hè? Sarah is uit school. En ik heb vanmiddag eigenlijk niet meer gevlogd, want ik heb heel de middag met Kitty aan de telefoon gezeten. En ondertussen bezig geweest, maar dan schiet filmen niet zo op. En we gaan nu naar zwemles. En als Sarah binnen is, ga ik even een flinke run doen, want ik moet echt even aardig wat dingetjes halen. Ja, ik moet gewoon verschillende dingen. Ik zou een cadeautje halen voor Mila en Georgia, voor de baby. En Arnoud. Beetje flauw als die niet ook het cadeautje krijgt natuurlijk. Even een baby cadeautje. Maar ik moet ook dingen als plakband halen en vogelvoer. Dus daar heb ik ook op de lijst gezet. En allemaal dat soort dingetjes. En nou, ik moet 3 winkels moet ik even naartoe rennen. Dus als jij snel naar binnen bent... Ietsjes minder dan 3 kwartier. Ja, nee, je hebt ook je omkleedtijd. Dus je gaat circa 5 à 10 minuten van tevoren naar binnen. En je hebt sowieso 5 minuten daarna. Maar ik probeer altijd wel iets eerder te zijn. Want ik vind het wel leuk als ik nog een stukje kan zien van je zwemmen. Maar volgende week hoef ik geen run te doen. Dus dan kan ik wel heel je zwemles kijken. Zou je dan Alexander voor me mee willen nemen? Ga ik even over denken of dat lukt. Maar dan kunnen we het daarover hebben. Maar ik vond dat niet handig. Omdat als ik heel veel winkels af moet te doen. En vanaf waar ik sta kan ik ook niet heel goed zien hoe je zwemt. Voorheen zaten we natuurlijk binnen en dan zaten we vlakbij. Dan kon ik echt zien hoe het ging. Ja, en nu sta ik erin. En ik ben bang dat na zwemles een briefje ga krijgen. Ik hoop het. Ja, ik hoop het ook. Ik weet nog niet zeker of dat deze keer gaat zijn hoor. Het kan ook echt
Vorige week is het toch zwemmen voor... Nee, 2 weken. Of 2 weken is het afzetten. Denk ik, dus vandaag worden wel de briefjes uitgedeeld. Sarah was gelukkig als eerste naar binnen. Dus snel naar de eerste winkel rennen. Oh, en ik heb echt een hele lijst gemaakt in mijn telefoon. En dan loop ik en dan denk ik opeens, oh wacht, dat moet ik ook en dat moet ik ook. Dus, oh, ik bedoel dat ik zo niet alsnog dingen vergeten ben, want ik moet echt die dingen al hebben. Oh, het is zo spannend. Ik kom echt aan het einde aangelopen, want echt de laatste winkel ging alles fout bij de kassa. Bij degene voor mij en daarna bij mij ook. En het lag aan de kassa zelf. Dus ook niet aan mij of aan de cachère, zo. Maar nu kon ik dus niet zijn of ze een briefje kreeg of niet. Dus echt, oh, het is zo spannend nu, echt. Sarah is weer uit het zwembad. En... ik heb... ja, ze heeft het! Yay! Ik ben zo blij. Waarom was je eerst zo rustig? Nou, ik denk, dan denken ze heel even 1 seconde dat je hem niet hebt. Je hebt hem wel! Was ook toen leuk, ze kwam het zwembad uitgerend. En ze vliegt op me af en ze springt om mijn nek. Hè? En die zat ons echt aan te kijken. Maar we staan er al zo lang, dus... ja, dat ga ik je zo vertellen. Sarah die gaat mijn moeder bellen om het te vertellen. Maar ze is iedereen in de maling aan het nemen. Ze belde net ook al opa. En ze doet elke keer als ze heel verdrietig is. Moet echt wat vertellen. En een beetje verdrietig klinken. En als ze dan denken, oh, er is iets aan de hand, dan... maar ik moet wat vertellen. Dat moet ik zijn. Ik heb een briefje voor afstellen. Ja. Zo leuk dit. Zo leuk. We zitten helemaal in toe het pranken. Sorry, ik hield hem een beetje te dicht bij de stoom van de pan. Dus we gaan hem voor de gek houden. Nu hebben we een envelop uit de kast gepakt. Daar hebben we de briefje in gedaan dat ze mag afzwemmen. En ik had eerst de envelop dichtgeplakt, toen gedaan alsof ik de post had opengemaakt. Daar heb ik het briefje in gedaan. En dan duik ik die envelop. Nou, hier zijn we zo niet blij mee. Maar verder zeggen we niks. En dan gaat hij het natuurlijk openmaken en kijken. En dan, verrassing. Want we wilden gewoon iets grappigs doen. En ik ga echt proberen of ik het kan filmen. Maar ik heb net al gebeld, want hij is later thuis met eten. Dat weten we wel. Dus we gaan proberen om het te sturen en het in beeld te krijgen. Maar ja, ik kan niet met de camera lopen, want dat is heel raar. En dan heeft hij het gelijk door. Dus ik moet de camera ergens stoppen. We moeten echt proberen om hem ergens... in de kast? ...te krijgen. Ja, ik zet hem in de kast. En als we dan wat zeggen met die envelop, leggen we hem daar op tafel. Dat hij daarheen moet, weet je wel. En dan hopelijk lukt dat. Dus dat gaan we proberen. Nu eerst eten is bijna klaar. Gaan Sarah en ik even eten. En dan gaan we kijken of het lukt. Maar we hebben echt... een briefje gekregen. Ja, maar we hebben er echt de grootste lol in om dit te doen. Dus echt, ik hoop echt dat het lukt. Hilarisch. Hallo. 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 Nu ben ik echt heel boos om. Oh ja, kijk maar. Zo leuk dat die prank van Marco zo is gegaan. Echt geweldig. Kort daarna is Sarah naar bed gegaan. En Marco moest nog wat dingen doen, want het is natuurlijk best wel een rare week geweest. Dus die ging de deur uit. En toen... ik werd zo moe. Ik denk, ik ga even liggen. En gewoon even tv kijken. Nou, dat werd meer even in slaap vallen. Maar goed, ik heb de hele week niet super goed geslapen, zeg maar. Om het daar maar op te houden.
En ik heb er niet te veel over gezegd, omdat ik denk, ja, dan wordt er weer zo'n gezeur over dat slapen. Maar ja, toen had ik wel echt zoiets van, ik heb het wel echt even nodig gehad. Dus ik wilde alleen gewoon niet te veel over zeuren. Dus dat was wel lekker. En nu heb ik net mijn computer aangezet. Ga ik even mijn edit doen, want ik loop ja, door deze week wel iets achter. Dus ik hoop in ieder geval dat ik even 2 vlogs nu opkrijg. En dan morgen 2 en dan ben ik weer bij. Wij hebben lekker Maggie. Oh, daar. Oh, ik heb even honger nu. En het is wel wat later. Echt bizar, het maakt niet uit welk moment van de dag. Ik lust altijd patat. Ik heb het een beetje laat gemaakt. Het is echt heel erg, maar... ik heb deze week zoveel dingen laten liggen die echt gedaan moesten worden. En daar heb ik heel veel dingen van gedaan. Dus ik had het slaapje echt even nodig. En ja, daarna voelde ik me zo energiek dat ik echt alles behalve zin had om te gaan slapen. Ik had alleen geen zin om verder te editen, dus dat komt morgen wel weer. En daarom zeg ik altijd, als ik vroeg naar bed ga, dan ben ik 2 uur later wakker en dan kan ik niet meer slapen. En nou, zo zie je maar weer. Ik ben nu ook nog gewoon echt klaar wakker. En een bonk energie en het is 2:05. I know. Maar ik ga wel mijn bed in, want ik moet er morgen wel gewoon uit met Sarah. Maar goed, ik heb wel al geslapen. Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je graag morgen weer. Doei doei!